beginnen met het verdrietige nieuws dat Erwin Olaf vandaag is overleden. Hij werd maar 64 jaar. De legendarische fotograaf die al geruime tijd ziek was, zocht in zijn carrière graag het randje op. Met beelden die varieerden van erotische kunst tot aan Kardashian-achtige fotoshoots met onze royals. Ja, in de beginjaren van de Gaykant was Erwin Olaf onze vaste fotograaf. En ja, dat was geweldig om met hem te werken, want hij was natuurlijk ook heel erg betrokken bij de emancipatiestrijd die wij met elkaar probeerden te leveren. En hij deed het ook niet voor de centen. Hij deed het echt omdat hij vond dat er dingen moesten veranderen. En dat heb ik altijd zeer in hem bewonderd. Ondanks zijn provocerende foto's krijgt Erwin tijdens zijn carrière ook de oranjes voor zijn lens. Het is natuurlijk wel zo dat ik er heel gelukkig mee ben dat ik tot twee keer toe, één keer als prinses en één keer als vorstin, de koningin heb mogen vastleggen. De afgelopen 40 jaar exposeert Erwin Olaf over de hele wereld en werkt hij met alle grote namen uit de Nederlandse entertainmentwereld. Zij is eigenwijs en ze kan iets heel erg goed. Nou ja, dan kan je alleen maar een mooi ding gaan maken. Ik heb niet zoveel moeite met eigenwijze mensen. Ja. Ik hou er wel van. In 1996 krijgt de fotograaf de diagnose longemfyseem. Ondanks zijn benauwdheid en wisselende gezondheid werkt Erwin keihard door. Ik denk dat een fotograaf of een kunstenaar die stopt niet. Dat kan gewoon niet. Maar wel hijgend en piepend. Maar dat geeft ook niet. Dit jaar nog is Erwin te zien in een documentaire over zijn grote voorbeeld Paul Blanca. Maar daar zag ik opeens naakt in dat zelfportret. Dat was de man die daar binnenkwam van dat affiche met die baby, weet je wel. Dat je echt dacht, wauw. Erwin Olaf is 64 jaar oud geworden. Ja, zwart-wit. Dit, ja, wat een kleurrijke figuur. Ja, het is fantastisch. Ik kan nog heel veel zeggen dat die laatste bewegende beelden van Erwin Olaf te zien zijn in de documentaire over diezelfde kunstenaar Paul Blanca vanaf 19 oktober in de Nederlandse bioscopen. En we wisten allemaal dat hij ziek was, maar dit kwam voor mij, voor ons allemaal, denk ik, totaal. Ja, 64 is hij geworden. Hij was al ziek sinds zijn 36e. Dus hij heeft een hele lange lijdensweg gehad waar hij zo goed mogelijk mee omging. En hij had COPD. En dat is een ziekte die een zware aanslag op je longen betekent. Wat weinig mensen wisten is dat hij 3 weken geleden een longoperatie gehad heeft. Daarvoor nog in het ziekenhuis lag. Maar hij was juist aan de beterende hand. Dat leek te zijn geslaagd. Tot hij vanmorgen onwel werd en reanimeren niet meer mogelijk was. En hij daar is overleden. Het management heeft trouwens aangekondigd later deze week met meer nieuws te komen daarover. Hij is volgens de longorganisatie, de longvereniging, echt een toonbeeld geweest, een ambassadeur geweest die ziekte op de kaart gezet heeft. Daar maakt hij ook geen geheim van dat hij dat had. Hij fotografeerde zichzelf regelmatig in verschillende stadia van die COPD. En dan zie je wat een wissel dat op zijn gezondheid getrokken heeft. Het Longfonds bedankt hem dan ook postuum heel hartelijk. En ja, iedereen is heel erg aangedaan door de dood van deze kleurrijke Amsterdammer die het nachtleven van Amsterdam in de jaren 80 en 90 mede hielp bepalen door de organisatie van feesten en het vastleggen daarvan. En ja, het is een, we kennen hem allemaal, geloof ik wel. Maar hoe ziek hij was, want we wisten, je zei, hij is heel lang ziek geweest, maar de impact daarvan werd mij pas duidelijk na die documentaire van Michiel van Erpen, waar je hem echt zag happen naar adem en waarin hij ook vertelde dat hij er tegenop kon zien om een straat over te steken. Of dat hij echt van tevoren moest kijken hoe ver is het. Want haal ik het wel tot de overkant van het zebrapad? Als je dan zijn productie ziet, het hele nieuwe Lamar, of het hele De Lamar moet ik zeggen, het theater in Amsterdam hangt vol met zijn werk. Janine van den Ende is een van zijn grootste fans geweest die heel veel opdrachten gegeven heeft. Maar ook heel veelzijdig. De 2-euro-munt, het portret van Willem-Alexander op die euromunt is van zijn hand. En ook, ja, je zag net al wat foto's aan die fotosessies van de koninklijke familie. Die waren wel heel erg bijzonder en vernieuwend. Dat had niets meer te maken met hoe Juliana en Bernard vastgelegd werden of zo. Hè. Dat is een heel naturele manier van fotograferen geweest. Op die prachtige locatie, het Paleis op de Dam, waar ze op een gegeven moment komen aanlopen. En, heel bijzonder. Het is begonnen toen Maxima 40 werd. Die had hem uitgekozen om haar toen vast te leggen. En 2011 was dat. En toen is de liefde kennelijk begonnen. Want er zijn daarna nog heel veel series gekomen. Nou ja, dan zou je zeggen, koninklijk goedgekeurd, dan kan er niks meer misgaan. Nou, vanavond bleek nog eventjes dat de weduwnaar van Robert Long, Christophe Rutsaert, die postte een hoesfoto die Erwin Olaf ooit gemaakt had voor Robert Long, deze. En die zette die op Facebook. En binnen een half uur moest dat ding er vanaf.
Want Facebook vindt dat te ver gaan. En Christophe Lutzaert die zegt, nou, toen zorgde het voor heel veel opwinding. Maar in 2023 zijn we nog niet heel veel opgeschoten. Dus. Jongen. Wat een armoe. William, wat fijn dat jij bent aangeschoven vanavond. Want jij zag dit ook helemaal niet aankomen. Of wist jij dat het zo slecht ging? Nee, ik hoorde juist dat het heel goed met hem ging. En hij zat ook boordevol plannen. Hij zijn hoop was eigenlijk nadat het de eerste week was heel slecht gegaan na zijn transplantatie. En daarna ging het eigenlijk heel goed. En hij zei zelf tegen zijn team alweer van jongens, 8 maanden revalideren. Dan gaan we naar Canada, gaan we een mooie nieuwe serie maken. En hij zat vol plannen. Dus dit is echt volledig onverwacht gebeurd. Ja, je moet voorstellen, zo'n longtransplantatie, je krijgt dus grotere longen zeg maar, in je lijf. En dat verdrukt je hart een beetje. Dus men denkt dat daar de problemen door zijn gekomen. En ja, het is allemaal gissen. En het is gewoon verschrikkelijk. Een enorme opsteker voor hem was afgelopen maart nog, toen hij door koning Willem-Alexander werd gehuldigd met een vrij hoge onderscheiding, die maar zelden wordt uitgereikt. Dat zie je hier gebeuren. Dat is de huisorde voor kunst en wetenschap. En die medaille wordt toegekend aan mensen die uitzonderlijke prestaties leveren op het gebied van kunst en wetenschap. En nou ja, daarmee is wel vastgelegd dat hij dat dus gedaan heeft. En dat zijn werk altijd blijft voortleven. Want het is heel herkenbaar werk ook. Het is echt museummateriaal. Er zijn prachtige boeken met zijn werk verschenen. En hij laat wel wat na. Wat laat hij na? Want jij kan daar natuurlijk als fotograaf als geen ander iets over zeggen. Ja, ik vind dat mooi. Ze noemen hem fotograaf. En ik zeg altijd, ja, je hebt fotografen en je hebt Erwin Olaf. Net als dat je fotografen hebt en Anton Corbijn. Hij is die buitencategorie. Hij maakte geen foto, hij maakte beeld. Kunst, hij bedacht dat van tevoren. En er werd heel veel tijd in gestoken. En er werden schetsen gemaakt. Hij huurde fantastische visagisten in. En ja, je zag op die foto's nooit iets wat niet klopte. Het licht was altijd perfect. Zelfs het nageltje zat perfect. Het vingertje zat perfect. En dat heeft nooit meer. Dat zal nooit meer iemand evenaren in Nederland. Hij was daar gewoon letterlijk de koning in. En heb ik. Want ik dacht dat ik begreep had dat hij. Wat zei hij nou? Op zoek is naar juist naar de imperfectie binnen het perfecte. Ja. Dus het was het perfecte beeld. Met altijd een klein. Altijd een randje. Altijd een rauw randje ergens in die foto. En dat is natuurlijk. Maar goed, je ziet hoe hij begon is in de jaren 80 met die hele controversiële zwart-wit foto's. Iedereen, weet je, dat waren echt wel de foto's. De cd-hoezen van de It deed hij ook allemaal. Waren ook allemaal dit soort beelden, weet je. Ja, dat was ook in die tijd, nu helemaal trouwens, chockerend voor heel veel mensen. En hij gebeurt ook heel vaak zijn foto's om politieke statements te maken. En Lamar, zoals je al zei, hangen prachtig beeld. Maar hij heeft ook deze prachtige serie gemaakt. Waar je echt gewoon alleen maar likkebaarder naar kan kijken. Want dat kon hij ook, weet je. Hij kon niet alleen die grove portretten maken en blote piemels en van alles. Nee, hij kon ook dit soort dingen maken. En dat was juist zijn veelzijdigheid. Nou, vrij kort na de dood van Diana heeft hij ook een portret gemaakt van haar met de ster van de Mercedes in de arm en zo. Ja. En dat was toen ook best shocking voor dat mens. Ja, dat soort dingen deed hij dus wel mooi, weet je. En hij heeft ook een prachtige COVID-serie gemaakt. Tijdens COVID is hij allemaal zelfportretten van zichzelf gaan maken. Ja, en deze serie ook, die komt zo ongelooflijk bij je binnen. En nu helemaal. En helemaal wetende dat voor hem natuurlijk COVID helemaal eng was. Want als hij dat zou krijgen, was het natuurlijk helemaal. Ik heb vaak aan hem gedacht tijdens COVID. Dat ik dacht van. Terecht ook. Ja. Dus dat, je kan hem niet omschrijven. En als we het dan even over die koninklijke huisfoto's hebben. Ja, wat maakte die nou zo briljant? Nou, dat zag je aan de laatste shoot die nu van het Koninklijk Huis gedaan is. Daar zag je dat het Koninklijk Huis weer de regie overnam. Als Erwin foto's maakte, nam hij de regie. Hij bepaalde hoe die foto's eruit kwamen zien. En het is heel leuk, want er was heel veel, zeker over deze foto, er was heel veel controversie. Is die nou echt gemaakt? Is die nou geshopt? En bij de laatste persconferentie die hij gaf met zijn grote tentoonstelling, zei hij ineens midden tijdens de tentoonstelling, William, jij wilde graag weten hoe deze foto gemaakt is. Ik ga het jou straks vertellen, zegt hij, maar je mag het tegen niemand vertellen. En het mooie was, hij kwam naar de persconferentie naar me toe en zei, kom. En hij vertelde het me. Ik moest wel zweren dat ik het nooit zou doorvertellen, dus dat ga ik ook niet doen. Maar dat is ook Erwin, weet je. Ja, nee, het is echt. Maar een fotograaf die de goedkeuring van de koninklijke familie kan wegleggen, dat zijn er niet veel. Nou ja, en dat vond ik wel mooi. Hij zei ook, heel mooi in een interview, zei hij, wat een mooi land hebben we. Wat een vrijheid van meningsuiting. Ik heb schandalige foto's gemaakt en mocht het koninklijk huis portretteren. Die mensen verkeren in een kwetsbare positie. En toch zeggen ze, kom, laten we eens met die malle nicht praten. Ja. Maar dat is toch, dat is echt waar. Van rebel tot hoffotograaf, hoorde ik ergens vanavond op televisie zeggen. Het is toch wel uitzonderlijk. Je zou zeggen dat een koninklijke familie met een fotograaf, met zijn reputatie, toch zou zeggen, nou,
Dat, ja. Hij is wel goed, maar laten we het toch maar niet doen. Ja, maar hij wist het toch in te pakken. En dat kon hij. Hij kon je inpakken. Hij kon heel nasty ook zijn. Hij kon ook echt, ik moest een keer echt verschrikkelijk lachen. Er was een fotograaf op mijn beurt. Ja, wil je even naar mijn werk komen kijken? En hij ging kijken. Maar hij is eerlijk. Hij ging niet zeggen, als hij het niet mooi vond, dat hij het mooi vond. Ja, sorry, ik vind het gewoon niet zo mooi, want dit en dit en dit. En je zag die fotograaf denken. En die was heel erg aangeslagen. En een dag later sprak die fotograaf en die zei, hij heeft gelijk. Ja. Ik heb er nog eens naar gekeken. En hij heeft hem heel erg geholpen ermee. Dus hij gaf juist opbouwende kritiek, al wil je dat op dat moment niet horen. Ja. Een uniek mens. Echt maar een het geheim van die ene foto neemt hij dus niet mee in zijn graf? Nee, ik weet het geheim. Waarschijnlijk maar ook William mensen wel. Om hem heen. Maar ik neem het mee in mijn graf. Nog ter afronding. De koninklijke familie heeft ook al gereageerd vandaag. Ja, die hebben geschreven. Met verdriet nemen wij kennis van het overlijden van Erwin Olaf. Nederland verliest een eigenzinnige, uitzonderlijk getalenteerde fotograaf en een groot kunstenaar. Wij gedenken hem met warmte en zijn dankbaar voor het oeuvre dat hij nalaat en voor de vele bijzondere momenten met hem. We zullen zijn vriendschap missen. Zijn werk leeft voort en blijft intrigeren en ontroeren. Getekend Willem-Alexander Maxima. En zo is het. Dank je wel, William, dat je er was.